We staan weer bij de Mokerplas. Daar hebben we in het verleden ook een paar keer gestaan. Nu doen we voor de derde keer uitzetten. En dan gaan vandaag gaan er ook weer 100 hele mooie spiegels uit. Het zijn spiegels van Special Carp. Het zijn ook dure vissen. Dat doen we samen met de Federatie Midden-Nederland. Ik zeg dat worden er in totaal 300 zijn er uitgezet en het worden er 500. Dus aankomende 2 jaar worden er nog een keer 2 keer 100 vissen uitgezet. Karpers, spiegelkarpers uiteraard. Ja, volgende week vrijdag, aankomende vrijdag, daar hebben we ook een hele grote uitzet. Dat was dat, in de Spiegelwaal, daar gaan dan 300 karpers gaan erin. In het Grindgat gaan een aantal karpers, bij de Vriendenkring. En bij de Rietvoorn, dat is een hele verzameling die we uit gaan zetten. Ook voor verenigingen, maar een hele hoop openbaar water. Wat onze leden, onze sponsors mede betaald hebben. Daar zijn we ook heel erg dankbaar voor. Op dit moment hebben we 500 leden in onze in vereniging. En een paar hele mooie sponsors die ons helpen. En ook een aantal winkeliers die ons bijstaan. Zoals Team Outdoors, de Tuinwereld in Nijmegen. Dat zijn eigenlijk de grotere sponsors die ons helpen met het uitzetten. En met het betalen van de vis. Maar goed. In totaal hebben we vanaf 2010, toch heel even te vertellen, hebben we 2500 vissen uitgezet in de omgeving van Nijmegen. En dan praat je toch over een vrij groot bedrag, wat we toch in al die jaren bij elkaar gekregen hebben om die vis uit te zetten. En die vis is voor iedereen die een openbare vergunning heeft, of een vergunning van SKP Nijmegen. En die kost 32 euro. En dan mag je in al die wateren vissen waar wij vis uitgezet hebben. Goed. Ik hoop de volgende keer weer jullie te zien en weer een mooi stukje te kunnen vertellen over het visuitzetten. Dankjewel.